Groningen is een van de bekendste fietssteden van Nederland. Maar of jouw fiets nog staat op de plek waar je hem geparkeerd hebt, is altijd maar de vraag. Vooral tijdens en na de introductieweek van nieuwe studenten zien we het aantal fietsendiefstallen toenemen. Heel vervelend als jouw fiets ineens verdwenen is. En erg verleidelijk om in te gaan op het aanbod en een fiets op straat te kopen. Verstandig? Nee. Want voor je het weet, maak je je strafbaar aan heling. Maar ik zou hem niet kopen, want meestal 9 van de 10 keer is hij gestolen. Of als hij gestolen geregistreerd staat, dan zit jij uiteindelijk met gebakken peren. Ja, ik studeer rechten, dus voor mij ligt dat misschien net iets anders. Ik zou dat niet zo snel doen. Maar dus je hoort het wel. Je hoort het heel veel. Dat ook. Dan heb je nog een nummer van een zwerver voor mij. Koop niet zo'n fiets. Want weet je, als je een fiets koopt waarvan je weet of op je klompen kunt aanvoelen vanwege de prijzen, dat je denkt van ja, dat is geen zuivere koffie, dan maak je schuldig aan heling. En heling is strafbaar feit en dan krijg je een forse boete voor als je gepakt wordt. En dat niet alleen, je krijgt ook een strafblad. En als je dan gaat solliciteren, kan dat wel eens de baan van je leven kosten. Dus één advies, doe het niet.